Hi, welkom bij Russell's Running Channel. We gaan vandaag naar Lourdes rennen. We zijn in de Pyreneeën, zoals je hier achter ziet. Prachtige bergen. En ja, het wordt een hele zware run. Een behoorlijke heuvelachtige run. We gaan kijken hoe ver we komen. Ik zie jullie bij de start. Thank you.
Ja, wat je hier ziet is, ze zijn in aanbouw. Heel, heel mooi gebouw. Ik geniet hier behoorlijk van. Ze zijn druk bezig. En wij gaan aan de andere kant. Gaan we eens even kijken of we daar later ook naar binnen mogen. Maar ik geloof dat je niet helemaal naar binnen mag. Want als je hier binnen wil komen, dan moet je verplicht een mondkapje op hebben. Dus ik ga even kijken of je het open terrein, volgens mij kan ik daar wel langs rennen. Dat is wat je nu ziet. Ik ga eerst maar even een stukje door het stadje Lourdes heen. En via het stadje terug richting dit bedevaartsoord. Nou, ik zie jullie zo weer. Ren maar even weer mee. Thank you.
Ik moet eerlijk toegeven, zo stijl als dit, ben ik op Etretat na natuurlijk nog niet geweest. We zijn alle tentjes al aan het afzetten. Ik ben nu richting het centrum aan het lopen. Ik denk ook dat ik er bijna ben, gezien alle prachtig mooie souvenirskraampjes. Ik zie al office du tourisme, politie, marché. Nou, volgens mij is dit het centrum. Dan ga je even een klein kijkje in het centrum nemen. En daarna lopen we terug. En dan gaan we eens even naar het bedevaartsoord toe. Ik ben zeer benieuwd hoe dat er allemaal uit mag zien. Nou, spreek je zo.
Het ziet er allemaal prachtig uit. Wat een super mooi gebouw. Het is wel in aanbouw. Dus over een aantal jaartjes nog maar even weer terugkomen. Daar staat ze. Klein beetje respect tonen voor de mensen hier. Niet al te hard kleppen. Maar toch even van de buitenkant. Even de super, super mooie pand bekijken. Het ziet er echt prachtig mooi uit. Video ziet het er misschien wat kleiner uit dan in het echt, maar het is machtig, machtig mooi. Super. Nou,
die betuigen even een beetje respect. En dan gaan wij verder met onze run.
Nou, laten we deze traptreders maar niet rennen. Ik heb gezien hoe dat bij Etretat ging. Jullie hopelijk voor mij ook. Maar dat was geen succes. Dus traplopen doe ik wel even lopend. En ik heb gehoord dat dit ook een behoorlijk trapje is. Nou, ik heb wel een prachtig stukje Lourdes gezien. We gaan nu weer langzaam onderweg terug naar Camping La Forêt. Deze camping, oh, behoorlijke trappetje nog. Deze camping ligt heel mooi in het bos en een beekje. En dat laat ik zo nog wel even een klein stukje voorzien hoe dat eruit ziet. Maar we rennen eerst die kant maar even weer op. Als we al deze treden hebben beklommen. Ik spreek jullie zo weer. Thank you.
We'll be right back.
Nou, we zijn weer terug op camping de La Forêt. En ik ga hem zo even voor jullie afsluiten. Tot zo. Zo, dat was hem weer. De run van camping de La Forêt naar Lourdes toe. En ja, mooi bedevaartsoord gezien. Prachtige omgeving, mooie bergen. En ja, mooie rivier nog. Super zuiver water. Iets anders als we in Bordeaux hebben gezien. En ja, ik zit nu op het bosrijke stukje van de camping. Ik ben begonnen op ja, het campingplek zelf. En je ziet daar ook een paar mooie huisjes op grote boomstammen. Een riviertje eronder. Uitkijken op de bergen. Ja, het is echt prachtig hier. Ik laat na de afsluiting nog even een stukje zien. Hier van die rivieren en van dit stukje bos. En ik sluit het nu wel af. Ik zie jullie de volgende keer weer. Ik zeg proost.